Hele goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 15 mei geloof ik uit mijn hoofd. Ja, het is nu rond 10:30. En ik ga zo meteen met mijn moeder boodschappen doen. En inmiddels ben ik alweer thuis. Gisteren was Ariana Grande. Het is lekker weer. Dus ik ga lekker boodschappen doen en lekker in de tuin zitten. Met een hondje spelen. En lekker chillen vandaag. En voor de rest ga ik niet heel veel doen. Dus welkom in mijn week. We zijn onderweg naar de supermarkt. We gaan even wat boodschapjes doen. Lucky is de day van de dag. Super tof. Het is nu 10:45. Ik heb het hier geleden ook gevlogd. We rijden met een cabriootje lekker open. Dus dat is super tof. En ondertussen luisteren we radio. Heb ik me omgekleed, heb ik dit shirtje aan van de H&M. Dit shirtje is echt een heel erg lekker shirtje en die heb ik al vastgezet in mijn broek. Broek is van de Bershka en geen schoenen maar sokken. Ik ga de vorige week een vlog monteren. Oh, even mijn koptelefoon pakken. Want dan ga ik lekker de vlog monteren. Dat ga ik doen. En het is nu best wel lekker weer buiten. Nou, maar ik moet deze vlog even doen. Want anders komt die niet online. En ik probeer hem om gewoon rond 3 uur online te krijgen. Dus ik moet snel gaan editen en zo. Maar of hij is anders een uurtje later online gekomen vorige week. Maar ik doe mijn best. Dus ik ga de vlog monteren die jullie hiervoor hebben gezien. Dus de week hiervoor hebben gezien. En die ga ik nu lekker monteren. En ga ik lekker even drinken pakken. En ga ik lekker editen. Want dat is hoofdzaak nummer 1. En ik heb een nieuwe shampoo gebruikt. Van Garnier. Maar ik bedoel... Zo, mijn haar voelt wel lekker zacht. Ik laat hem zo even zien welke ik heb gebruikt vandaag. Inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik sta nu in de badkamer. Want ik had jullie nog beloofd dat ik die shampoo zou laten zien. Ik heb mijn hele haar, of de hele dag heb ik mijn haar in een staart gehad. Gewoon omdat het een beetje uit mijn gezicht dan ging. En wat ik wel haat is dat er dan zo'n hele, als je nat haar hebt, dat er dan een hele knik in je haar zit. Dat is het enige minpuntje aan dat haar, maar dat heb ik bij iedere shampoo, dus het ligt niet aan de shampoo. Het ligt eerder aan dat je haar nat is en dat je dan gaat vormen ofzo. Maar ik laat even zien welke ik gebruik. Dat is deze. De Garnier Loving Mom. Dit is een speciale moederdag editie. Het is met argan oil en Camilla. En voedt en verzacht en is een sublieme shampoo. En die was toen in de aanbieding, zeg maar, waar ik thuis had. Dus toen heb ik er, of nee, het was 3 halen, 2 betalen. Dus heb ik er nog eentje gehaald. Omdat iemand die zei dat deze heel fijn waren. Maar ik heb ook deze gehaald. Deze is voor mij. Honinggoud, dat is deze. Dus die heb ik gehaald. En zoals ik net al zei, 3 halen, 7 dagen geloof ik. Ik ga lekker naar boven. Het is nu 9:30. Ik heb net gegeten. Even een serietje gekeken. En het is weer ineens donker. Ik loop naar boven. Dus het is nog buiten. En echt super mooi weer. Dus dat is echt heel nice. Ik ga even mijn kamer in. Klikknopje knopje erin dan. En dan ga ik lekker in Ellie. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag.
16 mei, het is nu 11:30. Ik ga zo naar school toe. Dit is mijn lookje van vandaag. Jasje komt van H&M. Trui komt van de Vintage Store. Mijn broek komt van de Bershka. Fans, schoenen en mijn tas van Sostene Grenne. En ik ga daar zo vandoor. En jullie gaan weer mee in mijn dag. Dus let's go. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben alweer een tijdje wakker. Ik heb pas school gehad. Heel weinig gevlogd. Het is vandaag super lekker weer geweest. Daarom ook. Die is een outfit. Ik heb net een video opgenomen waardoor hier nu mijn statief staat. En ik ga nu de video monteren. Het is een video voor iets heel leuks. Dus dat is super tof. Ik ben heel erg donker. En ik ga nu naar beneden. En vanavond eet ik lasagne. Dus dat vind ik super leuk. Dus en lasagne is echt mijn favoriete eten. Dus ik ga lekker naar beneden. En dan spreek ik jullie zo weer. Morning, het is vandaag donderdag en ik zit bij Labcoff met Nina en ik heb een vanille latte. Wat heb jij? Een ijskoffie. Kijk hoe cute. En het is nu 10:50 en we moeten nog 1:50 wachten. Dus dat wordt lang. Echt? Het was echt heel erg lang. No. Dus dat. En nu ben ik onscherp. En nu ben ik er weer. Ik zit in mijn lefkoop, dus mijn outfit van vandaag. Utrecht is setter van H&M. Broek, Bershka, schoenen, sneaker, nee, heet dat nou? Fresh cotton. We zitten bij Lefkoop, het is super gezellig hier. En je liegt wat je barst. Ik lieg niet. Maar ik heb dus lekker een kopje koffie en daar ga ik lekker van genieten. Dus let's go. Oké, we zijn dus nu in Rotterdam op zo'n brugje. Kijk, hoe mooi. We hebben net één gekke fotoshoot gedaan. Daar. Nee, ja, daar. En die foto's zijn echt super grappig. Echt super leuk. En je hebt hier echt allemaal coole muurtjes daar. Super tof. Echt super leuk. Mijn koffie is op. En ik geef het een cijfer. En dit cijfer wordt een 8,5. Het was super lekkere koffie. Van het merk Labcoff. Labcoff en Sons. Soms good food en mijn schooltje. Nee, maar dan moeten we sowieso omlopen. Oh, kijk, mooi licht. Oké, top. En Nina, hoe ging het? Shooten. Gelukkig. Net zag ik er eentje staan. Vadertje. Het zou maar uitgaan en overal staan. Dat alles gekleurd is. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd. Waarom zou dat niet? Nou, ik zie jullie. Joehoe! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 20 mei. Het is nu rond 3:30. Mijn ouders zijn net terug met broodjes. Super lekker, dus ik heb net pas soort van gebruncht. Het weer is vreselijk. Het wordt heel koud. Regenzon. Ik heb kaart gerend van de trap, want ik ben echt kapot. Dus is het de weird situatie. En ja, ik ga lekker dansen zo. Lekker trainen. Oh, hier heb ik zo'n hekel aan altijd. Ja, dus ik ga lekker trainen. En hallo, typisch why. Dus ja, ik ga lekker trainen. Ik zie jullie eens. Ik heb dus gerepeteerd net en ik wilde dus een Snapchat Q&A opnemen. Maar tot nu heb ik maar één vraag binnengekregen. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Kijk. En het is van Kimmy. Wat vind jij het allerleukste aan YouTube? Wat ik het allerleukste vind aan YouTube is zeg maar dat je gewoon lekker je creativiteit de gang kan gaan. En dat het ook wel echt heel fijn is dat je ook gewoon contact hebt met je kijkers. En het is ook wel echt heel fijn dat je gewoon jezelf kan zijn op je YouTube kanaal. En dat je ook gewoon in iemand anders leven gaat kijken. En daar ben ik wel echt helemaal blij mee. Dat vind ik echt heel tof aan YouTube. Dus dat. Voor de rest is het nu 5:30. De telefoon is nog maar 40%, dus die ga ik even in de lader gooien. Het weer weet ook niet wat hij wil, want net ging het weer regenen en nu schijnt de zon weer. En ik ga denk ik binnenkort deze kaars aansteken. Deze heb ik van Sophie gekregen voor mijn verjaardag. En er staat op Be Awesome Today. Super.
super leuke cars. En hij... hij ruikt... Oh, ik heb het getekend zoals je kan zien. Even kijken. En hij ruikt heerlijk. Dus die ga ik lekker binnenkort aansteken. En ja, dat wordt leuk. Dus... Oeh. Dus dat ga ik zo doen en ik spreek jullie zo verder. En ik heb weer twee vragen binnengekregen voor de Snapchat Q&A in de vlog. Als eerste van mijn nichtje Pepper, die gaan we openen. Even scherp te lukken. Hoi Jay, mijn vraag voor jou Snapchat Q&A is... Wie was de eerste YouTuber die jij bewonderde, die jij zeg maar elke dag naar keek? En ik heb nog een vraag voor je. Want wat is jouw lievelingsapp voor op je telefoon? Oké, de eerste vraag was, wie bewonder je, wie heb je iets met, ja, welke YouTuber keek je als allereerst? En dat is grappig, want ik ben begonnen, ik zat gewoon te googlen, nee, ik zat zeg maar op YouTube te kijken, want het was Wicked helemaal in. En toen kwam ik als eerste uit bij Vera Camila. En... sindsdien volg ik er wel en mijn grootste voorbeeld is toch wel Monica Geuze en Marcia van Vlogklos. Want hun doen het wel echt heel erg tof. Hun maken toffe vlogs en superleuke content maken ze en I'm proud of them. En dan heb ik nog een Snapchat van Minke 79. Oh wacht, dan komt Pepper nog een keer met een vraag van welke favoriete app heb jij op je telefoon en... ja, mijn fave app is op dit moment toch wel Instagram. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Met mijn feed, hoe mijn feed er nu uitziet. Kijk. Dus, volgende vraag. En die is van Minke97 of zo. Kijk of je... Remember dat je zei dat je mensen het nieuwe lied niet ging vergeten. Nou ja, ik denk dat je dat wel hebt gedaan. Dus doe een live reaction voor YouTube kanaal, thanks. Dat is misschien wel een heel goed idee om dat te doen, inderdaad. Dat ga ik zeker doen. Maar niet nu nog, maar echt over een tijdje of zo. Dus dit was het alweer. De Snapchat Q&A in de vlog. Good morning allemaal. Leuk jullie nog steeds kijken naar deze weekvlog. Het is de laatste dag van de week. Het is vandaag zondag en het is nu rond een uur of 1. Ik ben nog helemaal in pyjama mood. En ja, wat ik vandaag ga doen is... Mijn oom is vandaag jarig, dus we gaan vandaag naar mijn oom toe in Pijnakker. En daar gaan we lekker barbecuen. Super zin in. Dus dan zien jullie ook weer mijn nichtje in de vlog. Super gezellig. En ik ga nu even muziek luisteren op mijn laptop. Even gewoon lekker chill. Mode doen en lekker allemaal liedjes luisteren die me vrolijk maken. Want vandaag ben ik vrolijk en dat moet gevierd worden met vrolijke muziek. Dus la la la. Dus daar heb ik super veel zin in. En het weer is in ieder geval weer echt super tof. Echt. Hoe mooi kan je dit hebben. Dus ja, ik ga lekker even dansen op muziek. En daarna ga ik me lekker omkleden. En dan gaan we naar mijn tante. En oom en nichtje en neefje en ik heb mijn familie zo hard gemist dat ik ze weer blij ben dat ik ze zie. Dus gaan jullie vandaag weer gezellig mee. Ik heb me klaargemaakt voor vandaag. Ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen naar familie. Dit is wat ik draag. Deze trui komt van de H&M en er staat op Trippin. Ik vind hem echt super leuk. De broek komt van de Bershka. Oh, en schoenen. Komen van het merk Vince by Fresh. Cotton. Ik ga even in de tuin zitten met mijn moeder en de hondjes. En dan ga ik daarna lekker naar Pijnakker toe. Super zin in om mijn hele familie weer te zien. Ik heb ze zo hard gemist. En ja, even wat familietime op de zondagmiddag. Ik zit in de auto. Quinty en Moima zijn daar aan het eentjes aan het voeren. We gaan er vandoor. Het voelt net alsof we een roadtrip gaan maken. Maar naar Pijnakker, we zitten er maar 8 minuten in. Doe. God, het is warm. Ja, het ook.
Dus, let's go, we gaan naar Pijnacker toe. En ik ben helemaal groen. Oh. Zit er gezellig bij de familie, jij? Nee. Hallo allemaal. Ja, ik neem Jamie's vlog over. En we zijn aan het eten. We zijn nog steeds bij mijn huis. En er is nog steeds een verjaardag van deze meneer. En Jamie is aan het eten. Niet filmen als ik eet. En we gaan nu even een roomtour doen. Grapje. We gaan nu even naar binnen. Naar Quincy toe. Hoi Quint. Nou, dit is ons huis. Ho, niet goed. En dit is de camera. Wist je dat Jamie niet aan knippen doet, dus dat het uitzien? Wat? Jamie doet alles erin. Oké, nou dit is het eten. Dat vind ik echt slecht. Zo, allemaal lekker eten. Toch, oom Vince? Ja, zeker, zeker. Mm-hmm. Nou, dan gaan we eventjes kijken, want we hebben ook een watermeloen. En ik ben de kok. En Quint heeft alles gekookt. Nee, dat heeft ze niet gedaan. Dat en we gaan een fantastische masker gedaan. Mm-hmm. En dat was het. En we gaan nu weer naar Jamie toe. Hop. En naar Jamie, hij is al klaar met eten inmiddels. Yay! Was het lekker? Daarvoor? Was het lekker? Ja, heerlijk. En wat staat er op je shirt? Tripping! Tripping heeft een paar leuke dingetjes gekocht wat. En Pepper, vertel er iets meer over. Het zijn namelijk twee lipkits van Kylie Jenner. Dit is Dolce K. En dit is True Brown K. En leg maar even. Waarom heb je deze twee kleuren genomen? Nou, kijk, maar ik ben dus niet licht. Ik ben geen white person. En daarom passen deze twee kleuren beter bij mijn huid. Alleen, ik had dus verwacht dat True Brown K iets lichtbruiner zou zijn. Wacht, ik ga hem even uit de verpakking halen. Ja, doe eens. Gaan we even uit de verpakking. Want ik had dus verwacht dat hij wel iets lichter zou zijn. Dit is dus, dit is? True Brown K. True Brown K. Ja, de hele Kylie ding. Jake, mag ik heel even je telefoon? Pak maar in mijn zak. Dit is de die. En dit is echt een leuk kleurtje. En er zit dan een lippotlood bij. En die gaat niet open. En dat is dus True Brow Key. Waar heb je het trouwens besteld? Bij AliExpress voor maar 3 euro per stuk. En ik dacht, ja weet je, de echte zijn wel de best. De echte is echt heel leuk. Deze is die leeg. Ja. En kijk, dit is Dolce K. Dat is de kleur van Dolce K. Nou, en dit is de lipliner van Dolce K. Maar de kleuren komen echt niet overeen. Nee, gewoon niet. Dus AliExpress doet er wat aan. En dat is echt leuk. En Pepper de telefoon, haar oude iPhone, is dit meegebeurd. Het hoesje is echt leuk. I love het hoesje. Marble. En kijk, dit is een dollar uit Amerika. Ik vond die dus ergens in mijn broekzak. Ik dacht zo, oké. Dollar bill. Dus ja. En voor de rest. Pepper, heb je contour of zo? Hier. Dus, let's go, bye! Dus ben ik weer thuis. Het was super gezellig met de familie. Even een familiedagje gehad. Ik zit lekker op de bank nu. En ik ben It Takes Two aan het kijken. Super zin in. Het is nu rond 9:15. En ik ga niet meer echt iets interessants doen voor vandaag. Dus ik ga lekker de weekvlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie me leuk vonden. Like always. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog.